Ik heb een telefoontje gehad van 9 meiden uit het oosten des lands. Die logeren in Salau in een groot appartementencomplex. Hi. Hallo dames. Hi. Goedenavond. Goedenavond. 400 euro, je bent dus een negenen. Ja. Je hebt 3600 euro. Ja. Rob neemt de meiden mee naar de slaapkamer. Zo. Gaan we eens even kijken. Kijk, kijk. Zo. Zo. Oh, wat is dit? Oh my god. Kijk eens aan. Oh, oh my god. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Oh. Zit helemaal onder. Moet eens kijken. Het loopt helemaal door tot beneden, hè? Oh. Hier is een feest geweest, hoor. We slapen eigenlijk gewoon in een, ja, ik zal maar zeggen, een spermakamer. Rob haalt de reisleidster erbij. Hij wil dat ze zelf ziet hoe vies het is. Schoonmaaksters zijn helaas echt naar huis. Ze zijn morgen volgens de allereerste op de lijst. Dus de dames moeten wel wakker zijn om 9:30. En dan worden ze direct geholpen. 9:30 hier? Ja, heel met goed. Met een grote schoonploeg. Tot morgen. Dankjewel. Fijne avond. De volgende ochtend gaat Rob langs om te kijken of de boel schoon is. Nou, ik ben benieuwd of het goed schoongemaakt is. Ik zie de emmer nog staan. Dat is een goed teken. Dames, daar ben ik weer. Hi. Hi. En? Is het goed schoongemaakt? Ja. Ja. Ik rook het al op de hal. Ik zag de emmer nog staan. Geniet ervan in Francie. Ja, dankjewel. Doeg. Doei.